Ja, er is een bod gedaan bij Sparta om mij over te nemen. Alleen, die is niet geaccepteerd. En ja, ik denk dat het sowieso nog wel tot een nieuw bod gaat komen. Dus het is aan de clubs. Ja, Morahi, jullie gaan er uiteindelijk kansloos af. En dan te bedenken dat jullie in de eerste helft misschien wel de betere waren. Sterker nog, jij na 4 minuten al een megakans kreeg. Hoe ervaarde jij dat? Ja, dat was een goede voorzet van Aaron Meijers. En ik kwam vol op de pantoffel pakken, maar ik mis de bal. En we speelden redelijk goed. Niet echt al te goed, vond ik. Alleen, we hadden een paar mogelijkheden. Alleen na de rode kaart ging het de andere kant op. En dan zie je de tweede helft dat we eigenlijk niks te zeggen hebben. En volledig worden afgetroefd. Jammer, vorige week zo'n grote kans op de 1-1. Vandaag een grote kans om 1-0 te maken. Bouw je dan extra spits? Ja, spits ben ik niet. Ik ben nummer 10. Ik speelde ook achter Lennart T. Dus, als je twee grote kansen mist, daar bouw je natuurlijk altijd van. En ik wil altijd scoren. En als het even niet lukt, dan bouw je daar wel van. Ja, nog 0 doelpunten in de competitie, ook in de voorbereiding, matig gescoord. Baart het zorgen? Nee. De afgelopen 2 jaar in de voorbereiding was het ook niet best. En uiteindelijk hebben we toch 2 jaar goed gedaan. Dus ik heb er nog volste vertrouwen in. We zijn pas 3 wedstrijden onderweg en er is geen reden tot paniek. Ja, in die laatste minuut in de eerste helft gaat het dan volledig mis. Hè? Een rode kaart, net als vorige week, moeten jullie met 10 man verder. En dan ook nog eens zo'n doelpunt. Heel erg zuur werd was dat. Ja, dat is vervelend. Als je met 10 man moet spelen, is nooit fijn. Alleen, dan moet je met z'n allen je best gewoon gaan doen en er alles uithalen wat erin zit. En vandaag was dit het. Jullie hebben een loodzwaar programma, dat is geen excuus. Maar het zou zomaar kunnen dat jullie nu sowieso met 3 gespeeld 0 en een heel negatief doelsaldo. AZ en Feyenoord. Dan wordt het toch zaak om rustig te blijven. Hebben jullie een ploeg die rustig kan blijven? Jawel, wij zijn heel rustig. We hebben vorig jaar ook een lastige periode gehad. Het jaar daarvoor hebben we ook een lastige periode gehad. En toch hebben we 2 keer onze doelstelling gehaald. Dus bij ons is er geen reden tot paniek. Wij weten wat we kunnen. En daar gaan we ook laten zien dat het uitkomt. Blijf jij Spartaan? Want er wordt aan je getrokken vanuit Saudi-Arabië. Ja, ik kan me voorstellen dat elke speler, zeker omdat het gewoon financieel aantrekkelijk is, zo'n stap wil maken. Sparta wil niet meewerken. Hoe ben je daaronder? Ja, er is een bod gedaan bij Sparta om mij over te nemen. Alleen, die is niet geaccepteerd. En ik denk dat het sowieso nog wel tot een nieuw bod gaat komen. Dus het is aan de clubs. Sparta weet hoe ik erin sta. En het is nu aan de clubs. Op persoonlijk vlak met de club zal dat geen issue zijn. Alleen, nu is het aan de club om het bod te accepteren en eruit te komen met die club. En dan kan het snel gaan. Begrijp jij wel dat Sparta op dit moment nog niet mee wil werken? Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb ook met mijn verlofverstand een nieuw contract getekend. En de club is er ook aan gebaat om geld te verdienen aan spelers. En, maar goed, kijk, het is geven en nemen. En ik heb afgelopen 2 seizoenen mijn stinkende best gedaan voor Sparta. Ik ben met ze gepromoveerd. Afgelopen seizoen zijn we 11e geworden. Ik ben transfervrij gekomen. Dus ik hoop dat er ook een beetje een gunfactor bij komt kijken. En ik begrijp dat het in de voetballerij niet zo werkt. Maar Sparta weet dat ik heel graag wil. Alleen als het niet lukt, ook prima. Dan ga ik gewoon mijn stinkende best doen voor Sparta. En dan wachten op een nieuwe kans. Ja, want er zijn spelers die gooien hun kont in de krib. Hè? Neem Sylvester van der Water van Heracles. Maar ook vandaag zagen we niet aan jou dat jij helemaal bezig was met een transfer. Nee, dat zou ik ook nooit doen. Zolang ik onder contract sta bij Sparta, geef ik mij volle 200%. Dat weet de trainer ook van mij. Daarom stelt hij mij ook op. En maakt niet uit wat er met mij speelt. Als ik op het veld sta, dan vergeet ik alles. En ik heb die 90 minuten daar niet eens aan gedacht. Of iets in die richting. En buiten het veld denk je natuurlijk wel aan. Alleen als ik speel, dan doe ik mijn best. En ik ga mijn teamgenoten en helemaal niet de club in de steek laten.